Zo, op naar de wasstraat. Is weer heel erg vies geworden. Ja. Het viel mij eigenlijk heel weinig op, of, hoe vies die was. Vandaag andere route. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb deze week heel erg last van mijn meningen. Oké, mooi. Nou, kom maar op. Reclame. Vertel. Ik vind... Het stuit mij telkens tegen de borst dat ik geconfronteerd word met reclame die niet voor mij bedoeld is. Oké. Maandverband, luiers, salades. Niet jouw salades overigens. En waar zie je die reclame dan? Overal. In banners. Hier hoor, de verzekeringen, dat soort dingen. Ik wil gewoon kunnen zeggen... ik wil niet eens hoeven zeggen wat voor... wat ik graag wil zien. Ik wil gewoon dat het automatisch gebeurt. Hoezo wil jij reclame zien? Dat snap ik niet helemaal. Ja, ik begrijp ik wel dat... Ik zie dus helemaal geen reclame. Nee. Wat? Ik zie geen reclame. Hoe doe je dat? Ik heb bannerblokkers. Ik kijk geen tv. Ah, dat helpt. Ik zie wel reclame als ik op straat loop. Ja. Maar daar erg je je niet aan? Nee. Ja, ik kijk al een tijdje ook geen televisie meer, maar ja, zeker op websites. En denk van, ik vind het prima als mensen geld willen verdienen, maar ik vind het zo zonde dat mensen, dat het zo'n buckshot-achtig concept is. Ja, maar ze doen het toch wel juist. Ik bedoel, Google is er toch mee bezig, met dat ze kijken van wat, naar de content waarop je kijkt en die verzamelen allemaal gegevens over je. En die, volgens mij doen die juist heel erg aan persoonlijke... Ja, maar dat doen ze heel erg slecht. Oké. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben klant bij TransIP, dat is een hostingbedrijf. Ja. Daar wordt de wasstraat, nou de wasstraat wordt er niet gehost. Nee. Maar wel een heleboel andere. Domein staat er wel. Ja, precies. En omdat ik daar een keer ben geweest, krijg ik nu overal, bij zo'n beetje alle zoekresultaten, krijg ik TransIP banners te zien. En ik denk van, dude, ik ben al lid van TransIP, waarom word ik net mijn lasten gevallen? Laat me met rust. Ik ben al, weet je wel... Okay. Ik weet al dat ze bestaan. Ja, ja, ja. En dan denk ik ook zo... Dat vinkje, dat moet gewoon afgezet worden. Funk. Ja, dan krijg je de hele discussie van... Hoeveel personalisatie doe je? Is dat wel vriendelijk voor mensen? Vinden mensen het wel leuk? Nou, maar kijk, mensen zitten helemaal niet te wachten op reclame, volgens mij. Nee. Nou ja. Ja, dat weet ik dus niet. Nou ja, dat klopt niet helemaal. Kijk, het consumentisme... Ja, ik zit er niet op te wachten, maar andere mensen wel, ja. Nou, het is gerelateerd aan consumentisme. Hè? Dus men gaat ervan uit dat mensen dingen willen kopen. En dan denk ik van, nou, als je dan toch wil stimuleren in dingen kopen, dan doe je dat nu wonderbaarlijk inefficiënt. Ja. Ja, En dan denk ik, Vasilis, je hebt helemaal gelijk. Je wilt eigenlijk geen banner zien. Of eigenlijk, voor mij geldt, ik wil niet de verkeerde banner zien. Ja. En dan ga ik ze inderdaad blokkeren. Prima, goed idee. Ja, ik sta er altijd van te kijken als ik dan op mijn iPad op de gewone browser een webpagina bezoek. Ja. Dan denk ik van, wow, wat een zooi allemaal. Want ik gebruik daar ook iCap als browser. Dat is daar kan je een advertentieblokker op zetten. Ja. Dus normaal zie ik het web gewoon zonder advertenties. Het is heel relaxed, kan ik je aanraden. Er worden websites ook sneller van, heb ik gehoord. Ja, ook zeker. Ja. Kijk, en ik bedoel, eigenlijk kan je dat parallel, dat kan je ook stellen bij de opbouw van websites of bij het aanbieden van wat dan ook aan iemand, weet je wel. Je wilt eigenlijk alleen maar relevante dingen. Je wilt niet, ga naar nu.nl, er zit borden vol met nieuws, maar het meeste is of voor jou geen nieuws, want je hebt het ergens anders al gezien. Ja. Of het is absoluut niet relevant, omdat je denkt van, ja, jongen, ver van mijn bedshow. Je ziet dat mensen, kijk, je kan als aanbieder, als content aanbieder, kan je moeilijk voor iedereen gaan filteren. Maar wat je al wel ziet gebeuren, is dat mensen dat zelf doen. En dat doen ze via RSS-readers, minder, maar sommige mensen gebruiken dat. Ja. Via dingen als Flipbook natuurlijk, wat je nu ziet, Flipboard, hoe heet dat? Wat nu gebruikt wordt, maar ook een ander ding wat daar al heel goed voor is, dat is sociale media. Ik merk dat ik bepaalde
nieuwsbronnen, die komen gewoon niet voor in mijn in de mensen die ik volg. Ik krijg een bepaalde soort content binnen door de soort mensen die ik volg. Ja. En dus je hebt een setje curators voor je. Ja. En mensen die een collectie van nieuws voor jou maken. Ja, precies. Ja. Ja, daar ben ik heel erg voor. Dat is een heel, heel sterke manier van... Nou, het gebeurt al. Van selecteren. Dus je hoeft helemaal geen complexe algoritmes te gaan schrijven als content aanbieder. Nee. Je moet gewoon goede content aanbieden. En dan kom je vanzelf in de algoritmes die mensen zelf samenstellen. Dan word je gefilterd. Ja, precies. Ja. Mensen filteren voor je. Ja. Dat doen anderen voor je. Ik denk niet dat content aanbieders dat zelf moeten doen. Of wat dan ook. Hè? Ja, kijk, dat doe je sowieso wel. Wij hebben besloten, we hebben het over content. We gaan het niet over webtechnologie hebben bijvoorbeeld. Nog niet. Hè? Dat kan ook nog wel komen, maar content hebben we nog wel genoeg over te praten. Ja, 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 dus we filteren ja. sowieso al. Hè, een site als nu.nl die heeft het over nieuws. Die verschillende ja, soorten nieuws. Ja, het is gewoon alle nieuws. Ja, die gaat geen... Nou. Geen diepgravende achtergrond artikelen of zo. Het is geen algemene journalistiek. Nee. En een weekblad als Vrij Nederland, dat is juist weer wel. Dus die filtering, dat doe je ook. Ja. Ja, ik denk dat die sociale filtering, dat is inderdaad een succes. Maar sommige mensen die, ja, ik weet niet, die zeggen zelf ook van... Weet je wel, die willen, dat zijn nieuwsjunkies of iets dergelijks, of datajunkies. Ja. Ik denk dan, als je dan over de term hebt... Ik bedoel, ik ben een beetje een semantisch fundamentalist. Het zijn geen nieuwsjunkies meer. Dan ben je gewoon dan weer een feed en dan weer op aangesloten worden. En het maakt helemaal niet uit wat erin staat, eigenlijk. Ja. Maar goed, dat soort mensen die zeggen van... Nou, ik wil graag die curator dan zijn, weet je wel. Dan repost ik dat voor anderen. Maar zij worden gedreven door het gevoel van misschien mis ik wat. Ja, ja. En dat is echt heel erg... Ik herken dat. Oh, dan gaat het lenskapje. Maar daar moet je eigenlijk ook los van kunnen maken. Ik heb het idee dat wij ook zo van geconditioneerd worden... dat meer nieuws of meer data, dat het beter is. Nee, maar ik denk dat dat helemaal niet meer zo is. Je ziet steeds meer mensen... Of steeds meer. Je ziet regelmatig weer iemand in een Twitterfeed verzuchten van... Oh, het is hier veel te druk. Ik ga even wat mensen unfollowen. Even wieden. Ja. ja. Mensen hebben het te druk. Een information overload, dat is gewoon een term die bijna iedereen wel kent. Gewoon. Van het, omdat het de hele tijd gebeurt. Er gebeurt te veel. Je krijgt te veel informatie. Ja. En een paar filters aanzetten, dus door bepaalde mensen te... unfollowen. Dat werkt op Twitter trouwens bijzonder goed. Vaak heb je mensen, heb je één iemand waar heel veel mensen tegen praten. Ja. Als je die ene even eruit haalt, wauw, super rustig in één keer. Ja, daar hadden ze vorige week hadden ze daar bij ons last van. Oh ja, ja, precies. Onze collega die verzuchtte van, nou, ik was blij dat jullie eventjes via de e-mail gingen. Want, Het zou inderdaad ook wel kunnen dat ik ben ook wel zo'n figuur af en toe. Want als mensen dan iets aan me vragen via Twitter, dan geef ik meestal antwoord. Ja. En dan kan het wel gauw druk worden natuurlijk in je Twitterfeed, als je ons allebei volgt. Ja, ik denk dat jouw unfollow of het unfollow concept, dat waarschijnlijk dan een beetje scheef gaat als je... Als je mensen zowel sociaal als voor nieuws of curatie volgt. Ja. Dat je dan niet meer de updates van het kindje krijgt. Maar wel de rust hebt van niet meer elk wisselwasje over Canon-camera's krijgt. Ja, goed. Ja, dat is bij mij ook een punt. Ja. Er zijn vrienden die volgen mij. Maar ja, wat de fuck moeten die met al mijn geouwe hoer met over... Met al je nerd ouwe. Ja. Ja, ik had het vroeger was ik daar heel erg mee bezig om een soort van twee merken bij te houden. Het merk wat ik zelf ben, mijn persoonlijke naam. En dan vervolgens mijn blog waarin alle technische of inhoudelijke dingen behandeld werden. Ja. En dat was in de tijd van blogs was dat eigenlijk wel oké.
Ja. Combineren kon eigenlijk, ja, zeg maar, werd ook niet als prettig gezien. Nee, nou, ik heb die dingen ook wel gescheiden op blogs, maar op Twitter heb ik daar gewoon geen zin in. Ik heb er wel over zitten denken om een Daily Nerd Twitter account te nemen, maar dan denk je, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Dan ga je de hele tijd natuurlijk weer, oh shit, ik had dat andere Twitter-account moeten gebruiken om dit en nee hoor. Ja. Of als wie moet ik nu antwoorden? De onderhouder van de Daily Nerd of de Daily Nerd? Ja. Ja, of gebruik je het puur als publicatiestroom? Dat kan natuurlijk ook. Dat doen. Dat doet Dutch Cowboys en dat soort blogs, die doen dat ook allemaal. Ja, maar goed, ik publiceer niet zo heel veel. Dus één keer per dag. Dus dat is gewoon 's ochtends één tweet. Ja. En daar ga ik niet een apart account voor nemen. Nee, inderdaad. En als je echt wil, als je de lijst wil hebben van de publicaties, dan ga je gewoon naar de RSS-feed. Ja. Daar wordt trouwens wel, de laatste tijd is daar heel veel discussie over of de RSS-feed dood is of niet. Nou, dus, die van mij leeft enorm. Ja. En mijn feedreader gebruik ik ook heel veel. Echt, ik kan niet zonder. Ja, had je dat nieuws? Sorry, het is ook direct actueel. De Google Reader, die best veel mensen gebruiken, best veel nerds gebruiken die. Ja. Daar hebben ze de share-optie, hebben ze daar flink lopen kortwieken. Ja, de Twitter en de Facebook, et cetera, die zijn er allemaal uit. Ik ben heel blij dat ik daar net een paar weken geleden gestopt ben met Google Reader. Oh. En ik gebruik nu weer Fever. Ja. Dat is een self-hosted feedreader. Ja. Maar wel online ding. Dus je kan hem gewoon vanaf elke browser bekijken. Mm-hmm. Je moet hem zelf hosten op een PHP-servertje. Maar dat is wel een hele fijne, vind ik. Dan kan je, en dan ben je ook weer eens niet afhankelijk van Google. Dat is ook wel lekker. En je houdt je eigen content gewoon lekker zelf. Ja. Ja, dat is sowieso fijn dat je... dat het echt jouw persoonlijke nieuwsvoorziening is. Ja. En het mooie van Fever was in elk geval dat er ook een soort van rating door de... Ja. Doordat je, bij wijze van spreken, twee verschillende feeds had die over Macintosh-computers ging. Als die twee elkaar herhaalden qua inhoud, dezelfde link hadden of iets dergelijks, dan werd dat nieuws ook warmer. Ja, wat ik deed, ik gebruik dat niet meer trouwens hoor. Ik vond het wel een aardig idee. Mm-hmm. Maar... wat ik wel deed was dat ik Twitter feeds erin zette, dus feeds van mensen. En dan krijg je die warmtemeter heel snel, want als er heel veel mensen over één link twitteren, dan dus dat was wel handig daarvoor op zich. Maar ik volg nu gewoon een paar heel tactisch gekozen inhoudelijke nerds die altijd interessante linkjes weten te vinden. Ja. En die verzamel ik dan weer voor andere nerds. En heb je met die curatie, heb je dan niet het gevoel dat je in een soort van echokamer zit? Dat iedereen elkaar herhaalt en daarmee, zeg maar, extreme focus ook veroorzaakt binnen zo'n... Nou, het is niet zo heel erg gefocust, want het zijn toch 10 linkjes per dag. Dat is best veel. Mm-hmm. Ook nogal gevarieerde onderwerpen. Ja, het is wel redelijk specialistisch, maar het is niet super specialistisch. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen over CSS, het gaat ook over lettertypes. Ja, nu heb je het over de Daily Nerd, hè? Ja. Ja, en ik bedoel wat je op Twitter ziet. Oh. Als je dus bepaalde mensen volgt. Alleen bepaalde mensen. Ja, precies, hè. Dus als je zegt van, nou, ik vind CSS bijvoorbeeld heel erg interessant. Ja. Dus daarom volg ik Bruce Lawson. Oh, oké, okay, maar dat is dat het daardoor eenzijdig, dat je eenzijdig nieuws hebt. Dat je de variatie, hè, de vernieuwing, of misschien dat je dat mist. Of misschien zelfs de nieuwe mensen. Nou, wat je had met kranten, ouderwetse papieren kranten, was dat je inderdaad wel eens verrast werd. Ja. Er stond een artikeltje tussen wat je normaal nooit zou lezen. Maar in een Twitterfeed zal dat niet zo snel gebeuren. Nee. Als dat te vaak gebeurt namelijk, merk ik, als er te vaak verrassingen in zitten, dus iemand valt niet in het patroon wat ik wil, dan ga ik die niet meer volgen. Dus dat filter ik er zelf ook uit, actief. Ah,
Dus dat wil je juist niet? Of? Ik denk dat je dat niet wil. Dat je niet te veel. Je zorgt ervoor dat je de content krijgt die je zelf wil. Ik denk dat mensen het sowieso ook allemaal. Niet iedereen altijd bewust doet, maar volgens mij gebeurt dat redelijk bewust. Ja. Dus het klopt dat de contentconsumptie eenzijdiger wordt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik vind het vooral dat het. Want het is een soort van democratisatie van de content. Hè? Dus een heleboel mensen besluiten samen wat het belangrijkste is eigenlijk. Nou nee, het is juist de dictatuur van de content. Want jij bepaalt welke content jij krijgt door die mensen te volgen. Dat heeft niks met democratie te maken. Iedereen post gewoon alleen maar wat hij zelf interessant vindt. True, maar er zullen mensen daar wordt niet over gestemd. Herhalen. Nee, maar het gaat meer om van als jij berichten vaker ziet binnenkomen in jouw feed, via jouw contacten, dan zal je daar eerder acht op nemen. Van dan klik ik er toch op. Ja, ja klopt. Maar goed, het is ook een beetje een oud probleem hoor. Dus. Maar het klopt wel dat is wel, je krijgt echt eenzijdig nieuws. Je krijgt niet een. Je wordt niet zo snel meer verrast. Ja, dat geldt zeker. En bijvoorbeeld, ik lees dan de weekbladen Vrij Nederland. Mm-hmm. En daar heb je. Daar word je verrast. Daar staan onderwerpen in waar ik nooit iets over op zou zoeken. Ja. Waar niemand uit mijn omgeving ook maar me ooit op zou attenderen. Ik vind het toch wel waardevol dat ik dat af en toe lees. Ik krijg dan heeft echt wel wat. Ik krijg dan altijd het nieuwe bandjesgevoel. Weet je wel? Dat er iemand kwam van, wauw, ik heb gisteren toch iets gezien en ik heb een cd gekomen. Moet je luisteren, joh. Ja. Vet. Maar daar is Twitter wel weer heel erg goed voor. Ja. Daar heb ik... Zullen we die andere nemen? Ja, laten we het variëren. Ja. Kijken of we weer. Het is hetgeen wat trouwens het langst is blijven hangen bij onze vorige uitzending. Of uitzending? De Polish Wash. De Polish Wash. Ja. Hallo, eenmaal de Polish. Ja. Welk pin alsjeblieft? Nu boven erin halen. Ja, helemaal goed. Zo'n bakje van haar hebben, hoor. Jij? Vijf, man. Mooi. Van alles. Heerlijk. Hoi. En daar gaan we weer. Zo, in de wasstraat. De straatwasser. Ja. Hij blijft leuk. Ja, blijft leuk. Elke avond weer. Ik vond trouwens de reacties op de vorige wasstraat vond ik echt super tof. Ja, ik vond dat tof. Merkte dat. Positiever dan ik had verwacht. Ik had zelf had ik ook negatieve reacties verwacht. En het enige negatieve, terecht, is dat het te lang duurt. Ja. Je moet maar net 50 minuten willen luisteren naar twee oude hoeren over content. True. Maar ik vind dat we daar moeten we eigenlijk iets op vinden. En ik denk niet dat we onze dat het gesprek korter moeten maken. Maar dat we het toegankelijker moeten maken, zodat mensen kunnen kiezen uit de wilde van onderwerpen die we hebben. Ja, ik denk gewoon inderdaad een soort van inhoudsopgave waar mensen naartoe kunnen klikken. Dat je kan klikken naar een bepaald stukje in de film. Ja. Ja, en dat zal dan. We hebben dat. Op iTunes hebben we dat nog niet, althans niet bij de vorige wasstraat. Maar ik ga kijken of ik dat ook voor alle formats kan doen. Dus het wordt dan online. Heb je hoofdstukjes?
En dan heb je het ook met de video. Dus met een beetje geluk heeft deze video het al. Ah, dat zou leuk zijn. Even in de wacht. Ja. Wat is dit nu? Dit is anders dan de vorige keer. Ja, we zijn in Polen. Stil. Oh, iemand is vastgelopen. Die Land Cruiser voor ons. Het hele ding staat stil. Hmm. Maar over het algemeen, ik vond het echt super tof dat mensen het sowieso keken. Ja, dat vond ik ook al opvallend. En ook zo van, verexcuseren. Zo, ja, ik kon er niet helemaal doorheen hoor, maar wel super tof. Ja. Echt heel erg gaaf. Ja, dat vond ik ook. Ja. Maar dus vooral ja, de lengte, dat was eigenlijk de grootste... Ja, de belangrijkste barrière. Ja. Nou, als dat alles is. En dat is ook een beetje het doel voor de website, hè, dat we daar ook... een soort van de beste manier van het aanbieden probeer te doen. Ja. Kiki zei gisteren dat als er 4 is, dat ze dan weer met me door de Basstraat wil. Oh, oké. Okay. Nee, ik ga het er niet aan doen. Nee. Dit vindt ze, ook als er 4 is, nog niet top. Maar dat duurt nog eventjes, toch? Ja, een paar maanden. Ja. Dit is echt gewelddadig eigenlijk gewoon. Jezus, wat een grote ding is en dat. Ja. Zeker voor zo'n klein trucje. Een spookhuis ja, voor je. Ja. Ja, vooral dit ding. De zemelaar. Ja. Slabber, slabber, slabber. Oh, hier is er nog een stukje. Ik zal ook eens luisteren of alles, alle audio nog binnenkomt. Hallo. Ja, doet al het geluid het nog? Ja, het geluid doet het nog, gelukkig. Mooi zo. Hé, hey, met lampjes. Nee. Vorige keer hadden we geen disco. Nee. Oh, en voor de mensen die wachten tot wij ook het vooruitzicht hebben. We zoeken daar nog iets voor. Nu weet ik wat we zijn vergeten. Wat? Geotracking. Oh ja. Zouden we de route doen? Ja, volgende keer. Ik ga een app installeren op mijn nieuwe iPhone. Ja, misschien dat we hem even met de hand kunnen doen. Dat moet niet zoveel uitmaken. Nee. Dat is toch al veel werk. Heerlijk, ik voel me ook wat schoner. Gratis stofzuigen. Oh, ik zie een bord lezen, sorry. Is nou de lens een beetje beslagen? Nee, toch? Nee? Nee, ik denk dat hij alleen het... de donkere omgeving niet echt aan kan. Oké. Okay. Dat belooft nog wat voor de winter. Dat gaat ja, dan in. Moeten we vroeger gaan. Ja, 's ochtends of zo. Ja, als het licht is. Stellen we het uit. Zo. Eigenlijk even die ster recht zetten. Oh. Dat stoort me altijd. Oh ja, zet hem even zat langs de kant. Maar we rijden wel door. Oh, toch wel? Ja. Zonde. Maar goed, over de,
dat we ook die kant op, dat je ook die kant op kan kijken. Dus er komt wellicht een andere camera die dan die kant op kijkt. Nou, ik weet dat niet. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Nee, niet als losse feed? Nee, ik vind het namelijk... dingen die je niet weet, die zijn vaak gewoon... Dat houdt het spannend. Oké. Okay. Okay, voor de mensen die autoziek worden, dan constant achteruit rijden nu. Ja, dan luister je alleen naar het geluid. Oké, goed zo. Ja. Overigens, de video is nu ook op iTunes te verkrijgen. Ook de video? Genoeg geplukt. Ja, eigenlijk alleen, op dit moment alleen maar de video. Ik hoop ook nog de losse audio. Ik dacht dat alleen de audio. Nee, de video die wordt ook via iTunes verspreid. Oh, dat lachen. De kleine video, weliswaar. Ja. Dus dan kan je hem als het goed is, kan je hem op je iPhone, ziet hij er okay uit. Okay. Nou, we moeten even wat. Ik zit een beetje met die site ook van wat we daar nou allemaal. Moeten we daar alles op zetten? Want ik hou niet zo van kruft. Ik vind ik heb een site het liefst leeg. Liefst zonder content. Nou, met alleen de belangrijke content. Ja. Ja, gewoon en wat relevant is. In dit geval is dat alleen de film. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. We moeten daar... Oh, wat is dit nu? Zo. Bijna geplet. Ja. Ja, want jij had een voorstel om de metadata weg klikbaar te maken? In eerste instantie niet zichtbaar. Ja. En pas op verzoek zichtbaar. Dus als je ergens op klikt, dat je dan al die extra informatie, zoals transcript en tags en categorieën en weet ik veel wat we allemaal wat niet hebben toegevoegd, dat je dat dan pas te zien krijgt. Ja. Alternatieve formaten, audio, dat soort dingen. Ja. Dat het allemaal achter een optie zit en dat de hele focus puur op het filmpje en eventueel een omschrijvingje erbij is. Maar ook dat mensen kunnen kiezen van op dit moment vind ik het interessant, welke naam noemden ze nou, dat je dat dan terug kan zien. Ja, nou, dat zou wel handig zijn, dat soort dingen tijdens het praten eigenlijk naar voren komen. Van nu dit linkje, zullen we nog even aan moeten nerden, denk ik. Ja, nou, nerden is goed. Ja. Dat is de andere passie, hè? Ja, precies. Ik heb trouwens een Apple TV gekocht. Nee. Ja. Wauw. En wat doe je ermee? YouTube filmpjes kijken. Dat doet Kiki ermee. Uh-huh. Bevalt het? Is het oké? Okay? Muziek luisteren. We hebben nu dus box aangesloten op de tv. En nu kan ik dan vanaf mijn telefoon of vanaf mijn computer... kan ik dus muziek streamen naar de Apple TV. Ja, tof. En daar zitten nu hele goede boxjes op. Dus dan hebben we daar lekker geluid. Dus hebben we geen stereo meer nodig, hebben we geen versterker meer nodig, hebben we al die dingen hebben we niet meer nodig. Heerlijk. Ja, dat vind ik prettig. En ja, we zullen het vast wel gaan gebruiken om series, tv of films af en toe te kijken, maar dat doen we niet zo vaak. Ja, we kunnen ze ook huren, toch? Ja, huren zou kunnen. Ik heb een filmpje gekocht. Om eens te kijken hoe dat werkt. Ja. Die mag ik niet op in de library van mijn vrouw zetten. Dus dat doe ik nooit meer. Oh. Ik mag er dus niet mee doen wat ik zelf wil. Raar. Dus dat jongens, is, dat doen we toch al. Ja, precies. Weet je, als ik dat echt wil, dan ga ik dat wel doen. Ja. Dus je maakt het me alleen maar iets ingewikkelder voor me om het te doen. Ja. Maar je maakt het veel onprettiger voor de mensen die... Maar het is toch absurd dat mensen niet begrijpen dat mensen relaties hebben. Ik bedoel, je bent een gezin met elkaar. Ja, het schijnt dan te kunnen, maar dan moet je dus op de een of andere manier... moet je die accounts aan elkaar koppelen. Zo
ontzettend niet intuïtief is dat en gebruik dus het onvriendelijk. Moet je langs de ambtenaren, moet je elkaar in laten zegenen? Ja, joh, maar die filmindustrie, dat is gewoon... Die snapt er gewoon echt nog helemaal niks van. Dus wat we nu eindelijk voor elkaar hebben met de muziekindustrie... Ja. Dat je DRM-vrije muziek digitaal kunt kopen. Ja. Over 5 jaar gaan we dat met films hebben. Eindelijk. Ja, misschien. Maar ik heb... Ja, en nu proberen ze gewoon van... Die 3D bijvoorbeeld, de 3D-video's. Ik snap het nog steeds niet. Ja, ik snap exact waarvoor het is. Want het is een beetje het enige wat je niet kan repliceren thuis. Dat is de hele reden waarom die filmindustrie 3D heeft gekozen. Omdat je dat... dan moet je naar een theater om daar geld uit te geven aan... hoe heet het? 5 liter cola glazen voor 9000 euro. Het zo vasthouden aan oude verdienmodellen. Ja, met pittige kruisjes te vernieuwen. Oh. Gewoon zoveel tegenzin. Zoveel vijandigheid. Zo'n blindheid ook. Ja, maar ook vijandigheid. Ja. Oké, jullie willen iets anders. Nou, nee, jullie krijgen dat niet. Dat is een opstandig kind. Ja, ja. Nee! Ja, voor een opstandige bejaarde. Ja, ja, opa, nee! Ja, ja. Mijn opa was ook zo. Die wilde ook niet veranderen. En dat hebben bejaarden. Ja. Je moet het ook eigenlijk zien als een bejaarde industrie. Die... over een tijdje dood gaat. Ze vallen ook één voor één om, die filmmaatschappijen. Ja. Omdat ze te oud zijn om nog te veranderen. Ja, vastgeroest in hun eigen businessmodel. Ja. Of in de oude businessmodel. Ja. Maar ik vind ze ook steeds minder relevant worden. Ik heb op het internet heb je zoveel mensen die... hele gave video's maken of gave content en dat gewoon vrij weggeven. Waarom zou je sowieso nog willen afleiden met dingen waar je geld voor moet betalen of waar je voor naar een locatie wil gaan? En als ze er nou nog hele toffe dingen mee deden met al dat geld wat ze binnenharken. Ja. Weet je, oké, ze maken af en toe hele mooie films, maar het gaat toch voornamelijk om heel veel winst maken. Dat vind ik dan... Ja. Terwijl het moet gaan om het creëren van content. Natuurlijk moet er geld verdiend worden, heel belangrijk. Er moet heel veel geld verdiend worden, dat is ook belangrijk. Maar het moet niet alleen maar draaien. Het moet niet het doel zijn. Nee, precies. Het doel moet zijn van, we willen mooie dingen maken voor mensen. Ja, en als zo'n filmmaatschappij, als het daar alleen maar draait om geld, om winst te maken. Ja. Dat zie je met al die, zo vooral zo. De shift is ook, en dat heb je bij een heleboel beursgenoteerde bedrijven. Ja. Daar is, nou goed, we hadden het de vorige keer over dat wij het product zijn voor mensen die banner gedreven websites maken. Ja. Maar de echte klant, dat zijn bij beursgenoteerde bedrijven, zijn dat de aandeelhouders. Ja. Zijn de mensen die gepleased moeten worden. Ja. Dat is verschrikkelijk. En aandeelhouders gaat het helemaal niet om een goed product. Nee. Gaat het om geld. Het is afschuwelijk om daardoor geleid te worden. Het lijkt me verschrikkelijk om in zo'n bedrijf te werken. Ja, ik denk dat we het in zekere mate ook wel doen. Maar dat wij de vrijheid hebben om ook nog zelf te zeggen van... nee, dit moet toch echt deze kwaliteit hebben. Ja. Maar er is zeker wel afkalving hoor. Ik merk dat een heleboel mensen ook uit een soort van angst zeggen van... wij gaan... kan het niet iets minder? Kan het niet iets minder mooi of minder inhoudelijk? Of... Ja. Ja, of mag het niet 100 euro minder kosten, want anders maken we niet 1 miljoen winst. Nou ja, geld zou ik nooit begrijpen. Dat soort veel geld, winst... Dat dingen alleen maar om geld draaien. Ik ben wel eens jaloers. Ik zat laatst in een café. En er zaten allemaal hele rijke mensen. En toen raakte ik met ze in gesprek. En of ze zichzelf als creatief zagen. Dat zagen ze totaal niet. Het ging ze alleen maar om het geld. Oh, wauw. Dat vond ik zo interessant. Wauw. Dat zeiden ze ook? Ja. Van, wat zou dat lekker zijn. Ja, het waren recruiters. Oh. Dus ik vroeg me ook af, waarom word je recruiter? Ja, alleen maar om het geld. Wauw. De
Dat vond ik best interessant. Oh, wat zou dat lekker zijn, zeg hé. Als je iets... Yes. Ik begrijp niet. Ik begrijp recruiters ook niet. Serieus. Nee, zeg maar... Dat gaat echt... Recruiter, dat gaat ook echt helemaal niet over content. We dwalen af. Nee. We hebben het over geld. Nee, inderdaad. Laten we daar niet op losgaan. Nee. Ik loop nog een beetje te hikken op het relevante gebeuren. Ik wil daar later nog eens over hebben. Volgens mij, er is daar iets. Welke gebeuren? De relevantie. Dus dat je een heel, heel mooi voorbeeld. En dit is eigenlijk heel erg slecht. Dat is een merk wat heet Chow. C-H-O-W. En die... hebben een website gemaakt en dat is een content website. Dat is het enige wat ze doen. En het drijfveer is, wij zoeken sponsors die zich hierbij voegen. Daar verdienen ze geld mee. Ze verdienen geen geld met de content. Die verkopen ze niet. Het is gratis. Maar die content is zo mooi. Dat is met aandacht gemaakt. Dat is met liefde gemaakt. Dat gaat over voedsel. Een heel mooi voorbeeld is, want voedsel is de kern. Ja. Maar een heel mooi voorbeeld is dat er dus bijvoorbeeld ook een interview zit met een messenmaker. En die man die vertelt over hoe hij messen slijpt en wat voor gradaties in scherpte je hebt van messen en allemaal verschillende methoden. Hij vouwt dat metaal en dat metaal dat wordt geïmporteerd, et cetera. Ja. En dat is zo'n mooi stuk dat ik denk van, oh, prachtig dat iemand zo mag vertellen voor ons. Tegen zo'n laag prijs eigenlijk. Maar goed, en dan komt het relevante verhaal. Zij zijn dus echt alleen maar bezig met gewoon zulke mooie informatie te maken. En daar zijn ze een soort van hub van geworden. Ja. Alleen daar kan je dat soort informatie vinden. Oké. En dat moet vaker. En misschien ook met andere businessmodellen, maar... Maar dit is toch gewoon... Dus die messenmaker die gaat naar Chow toe en zegt van... Ik wil graag dat jullie mij featuren. Oh, nee, absoluut niet. Nee, dit zijn mensen die hebben dus die redactie. Ja. Hij ziet het als een magazine. Dat is een redactie en die hebben passie voor voedsel. En die zeggen van... Wij willen messenmaker interviewen. Precies, ja. Want er zijn naast... Want de adverteurs, advertentiemensen, dat zijn... hoe heet het, voedselmerken, foodblenders, weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar omdat de kern voedsel is, kunnen ze daar ook uitstapjes maken. Dus zeg maar, bij het breiden van voedsel is de messenmaker of het mes is ook heel erg belangrijk. En dat ze daar dus dan ook aandacht aan kunnen besteden. Ja. Wordt het van de zomer... Maar ik ben benieuwd naar dat verdienmodel. Jij... Want dus... Dan zijn er mensen die zeggen, dit artikel vind ik interessant, daar wil ik voor betalen. Nee, het is puur gewoon, er zitten banners bij. Oké. Want mij leek dat andere juist interessant. Hey, dat je sponsors zoekt. Dus niet zozeer banners, maar sponsors. Ja. Voor je... Ja, inderdaad. En dat model, dat zie je bijvoorbeeld bij TED. TED wordt niet gesponsord. Maar TED heeft... het is een hele fijne, een hele dunne lijn, hoor. Maar TED wordt die hebben underwriters. En dat is een soort van sponsoring. Dat is dus, wij vinden dat bij TED fijne content wordt gemaakt en wij geven daar geld voor. En dat mag je zeggen. Je mag zeggen dat Audi in hun geval zegt van, prima, wij vinden dit fijne content, Audi geeft daar geld voor. En dus is er geen reclameblokje van die zegt van, kijk nou de nieuwste nieuwste Audi A5. Met verhoogde antenne of zo. Maar je ziet alleen van, Audi heeft dit gesponsord, punt. Oké. Ja. Dus er wordt geen reclame gemaakt, er wordt alleen verteld wie geld erin heeft gestoken. Ja. En dat is een heel dun, heel klein verschil. Ja, ik vind sponsoring echt wat anders dan bannering. Ja. En sponsoring, zolang de sponsor niet verwacht dat je... vriendelijk over ze praat. Ik vind dat eigenlijk een heel prima model. Ja. En nu ga ik het uitstapje maken naar die relevantie. Het is een soort van... ik ben nu een artikel aan het schrijven. Dat duurt nog ellenlang. Maar dat gaat over edge content. En dat betekent dat bijvoorbeeld... van de zomer had
C1000. Ja. Die verkopen pakjes roomboter en vlees en weet ik veel wat. Ja. Maar die hadden dus een serie gemaakt over barbecuen. Met bijvoorbeeld de aanwijzingen van hoe je kan controleren of jouw lapje vlees op de barbecue, hoe je dat het beste kan bereiden, maar ook hoe je kan zien of het rare of medium helemaal wel doorbakken is. Ja. Ja, dat is super tof. Wel, het gaat niet, er wordt niks verkocht. Er wordt niet gezegd, je moet dit pakje kopen of je moet dit sausje nemen. Het gaat echt puur over het maken van mooi en lekker vlees. Ja. En toch is het, ja, weet je wel, het is heel erg relevant voor de C1000. Want uiteindelijk, ja, misschien zeg je dan van, oh, dat is leuk gedaan. We gaan naar de C1000. Ja. Ja, goeie. En daarvan denk ik van, nou, doe mij daar nog maar een portie van. Want het kost geld om content te maken. Ja, dat klopt. Daar zijn we nu ook achter. Hosting kost geld. Damn. Vooral van filmpjes. Als je het goed wil doen. Ja. Je kan het wel gratis op YouTube zetten. Maar dan is het net niet goed genoeg. Oh. Ja. Zo. Dat was een close call. Lalalala. Geen knieën geraakt? Nee. Nee, dat ging helemaal goed. Ja. Even kijken, ik wil nog even ergens een detour. We zouden. Nou ja. Ja, zou je naar rechts kunnen gaan? Oh, dat we even een rondje Meester Visserplein doen. Ja. Altijd leuk. Meester Visserplein, meest inspirerende plein van Amsterdam. Nou, er staan nu olijfbomen op, dat vind ik best mooi. Serieus? Ja. Oh, die wil ik wel zien. Ja. Maar ja, hosting. Ja, dat kost geld. Maar ja, goed. Dus ja, gelukkig nog lang niet zoveel dat we het niet kunnen betalen. Nee, nee, nee. Maar we kunnen wel... we kunnen nadenken over manieren van geld verdienen. Ja, dat we t-shirts gaan dragen van bekende frontenders. Maar dat is inderdaad dan. Dat zou dan misschien een dergelijke constructie hebben. Hè? Dus, sponsoring inderdaad. Ja. Zo, eens kijken op de meter. Wat dingen had ik allemaal verzonnen, wat ik wilde zeggen, maar ik weet het even niet meer. Nou, ik vind dat die stap die Google heeft gemaakt om dingen niet meer te delen, dat vind ik nog steeds... Ik vind hem ook raar, want ze hebben juist nu net ze hebben natuurlijk hun eigen Google Plus ding, dus je mag het alleen nog maar binnen hun eigen... Het gaat alleen maar via Google Plus. Oh, het is zoiets slecht. Onerous. Het, ja, ja, ja. Het is alsof de sterkste en de breedste man, op school zegt... Het is eigenlijk waar Google had altijd een hekel aan Facebook, omdat ze de content van Facebook niet konden indexeren. Ja. En nu gaan ze hetzelfde doen. Ja, maar het is zo jammer. Het is zo'n onzekere stap. Zo'n stap die blijkt uit zo'n... we willen alles bij onszelf houden. Ja. Ja. Kinderachtig. Ja. En helemaal niet nodig. Nee, helemaal niet. Nee. Nou ja, aan de andere kant, ik denk dat de concurrentie met Facebook inderdaad heel erg klopt. Facebook is een veel betere sociale search engine dan Google dat op dit moment is. Absoluut. Of Twitter misschien nog meer. Kijk, hier zijn allemaal kleine olijfboompjes. Of nou, dat zijn nog best grote olijfboompjes. Goede stam inderdaad. Ja hoor, die zijn heel mooi. Even kijken, dat nog. Nee, niet laten zien. Ja, jawel joh. Kijk, daar is die. Het is veel leuker om het niet te laten zien. Zoek het zelf maar op. Ja, precies. Je moet dingen aan de verbeelding overlaten. Ja, maar kom op, we zijn geen sprookjesboek.
Ja, misschien ook wel. Nou, dat is de ideale wereld. Maar het is inderdaad een... ja, het is jammer dat het die kant op gaat. Dat dingen afgesloten worden. Dat je gesloten internetten gaat. Dat mensen telkens maar weer proberen om gesloten internetten te maken. Ja, want het werkt averechts. Ja. Nou ja. Die boodschap is er nog niet. Nou ja, het werkt best goed. Ik bedoel... Iedereen zit altijd wel te zeiken op Facebook. Maar iedereen gebruikt het ook. Ja. Which reminds me, ik moet mijn Facebook-account nog sluiten. Nou ja. Kijk, een mooie stoel daar. Ah jongens, inderdaad. Die krijg je niet te zien. Die wil ik echt wel hebben. Als mij bij het Evoluon hadden ze op een gegeven moment, dat is heel erg lang geleden, hadden ze ook zulke stoelen. Dan zit je daar, zodra je achterover leunt, hoor je helemaal niks meer. Je hebt ze in de... In de Paradiso staan ze, of op places. Serieus? Ja. De meest lawaaiige plek van Amsterdam? Ja, en daar kan je dus even in gaan zitten. En dat is helemaal chill. Nice. Maar het grappige is... Bedrijven als Google moeten ook leren van... van de geschiedenis. Want deze stappen hebben Microsoft, AOL en een heleboel andere bedrijven hebben die stappen al gemaakt. Het afsluiten van de rest van de wereld. Je eigen internetje beginnen. Ja. En dat kan inderdaad. Zeg maar, op een gegeven moment heb je die denk je dat je zo groot bent. Maar voordat je het weet is er een kleine start-up die ergens in een garage een nieuwe zoekengine begint. Ja. En je bent niet meer relevant. Ja. Klopt. Want waar de mensen zijn, daar is het geen... Daar wordt er geld verdiend, maar daar word je ook groot. Ja. Maar ja. Ik wil ook geen geld verdienen, joh. Dat is al heel erg lang duidelijk. Nee, serieus. Stel je voor dat je nou boterham kan verdienen. En dat je gewoon de rest van de dag gewoon hele gave dingen mag maken. Het is gewoon subscribe, toch? Ja. Gelijk lid worden. Ja, en dat doen wij. Ja. Ja. Dus wat dat betreft hebben we het lekker goed. Yep. Ja, ik zou er niet aan moeten denken om de hele dag naar bedrijven te moeten bellen. Of mensen te moeten bellen. Hey, zoek je werk? Ah, oh, damn it. Dat was precies gisteren. Nee, zoek je werk inderdaad. Ik ben echt benieuwd waar je ons gaat brengen. We gaan nu gewoon terug naar Mirabal. Ah. Nou, we hebben nu een rondje gereden. Een ruime. Nog even langs een klant. Ja. Om 50 minuten te vervolmaken. En kijken of jullie dit halen. Nu moet ik hard gaan rijden om... Om me vol te maken, want je hebt de timer. Die data tag. Ik zag, wie was dat? Bruce Lawson. Zag je had een time tag. Er is een time tag en die gebruikte ik ook. Want ik gebruik hem voor de transcript van deze video's. Ja. En toen was er een artikel van Bruce Lawson uit mijn hoofd. Die zei van, jongens, time tag... Is uit de HTML spec geschrapt. Gewoon weggehaald. Brut. Ja. En wat hebben ze ervoor in de plaats? Tenminste, dat is dan, neem ik aan, het voorstel om data... als tag te gebruiken. Nou, dat was niet zozeer een voorstel. De time tag was geschrapt en daarvoor in de plaats was een data tag gezet, omdat er veel meer soorten data op het web zijn dan time, tijd alleen. En op zich is dat helemaal niet zo'n gek idee, vind ik zelf. Ik vond het wel een goeie. Waren het niet dat de time tag juist een van de nieuwe HTML tags was die al heel veel gebruikt wordt. Ah. Dus ik vind dat je die niet
het is te laat om die nu te vervangen door een datatag. Maar als het in eerste instantie een datatag was geweest, dan was het wel een goede geweest. Maar deze beslissing is inmiddels teruggedraaid gisteravond. Nee. Ja. Ja. Want gisteren... Met een lobby. Er was toevallig een bijeenkomst van topmensen die beslissen over HTML. En die hebben met z'n allen erover gepraat. En die zijn er uiteindelijk uitgekomen. Ja, de time moet er toch zijn. Ja. Ja, want het is een uniek ding. Of hij heeft toch meer nut dan er gedacht werd. Wat ik wel jammer vind is dat het data-element meteen verwijderd is. Die is meteen weg. Ik vond dat wel een nuttige toevoeging. Ja. Dus lekker allebei. Veel nuttiger dan bepaalde rare oude tags die er nog zijn en die gewoon nog gebruikt mogen worden. Opmaaktags. Zoals de U. Ja. En of de I. Ja, de I, dat is dan nu een stukje tekst wat je met een andere toon uitspreekt. Ah. Daar is de I voor bedoeld. Druktemakers. En de U, die was voor underline. Nee, dat is natuurlijk op het web helemaal not done. Nee. Nee, dat is nu helemaal een raar ding, maar die mag je nog steeds gebruiken. Het is sowieso... Ik vind het niet semantisch. Ah, hier zie je, daar heb je het onderwerp eindelijk. Dus. Zo. Nou, we zijn er. Ja, iets korter dan de vorige keer. En excuses voor de stilte. Doei. Doei.